Zeepkisten, de racewagens van de jongste generatie, werden in Amersfoort bij tientallen gewogen. 100 kilo mochten maximaal coureur en wagen samen wegen. Boven dat gewicht werden geen startvergunningen uitgereikt voor de grootste zeepkistenrace in de 700-jarige geschiedenis van Amersfoort. Als trouwjagerpiloten pakten de 31 deelnemers zich in. Dat was overigens voorschrift, want er was geen veiligheidsmaatregel over het hoofd gezien. Voor de aanvangssnelheid zorgde een ingenieus plankier. Er werd gereden in groepen van twee volgens afvalsysteem. Er werd hard aan getrokken en dat bracht met zich mee dat men wel eens in elkaars vaarwater zat. Het was allemaal net echt. Er deed zich zelfs een klein ongelukje voor. Gelukkig kwam de onfortuinlijke coureur met de schrik vrij. Maar zijn wagen werd in beslag genomen. Winnaar werd Chris van Schuppen met een gemiddelde snelheid van bijna 40 km per uur. Deze toekomstige snelheidsduivel werd op de gebruikelijke wijze geluk gewenst door een toekomstige Miss Amersfoort. De trofee was een overstapje van de zeepkist op een nieuwe fiets.